Hallo en welkom weer bij Vinoniek. Vandaag gaan we het hebben over port. En speciaal Tawny Port. De wijnmaker van Graham's is in de stad. En ik mocht hem even spreken. Ik mocht met hem proeven. En hier komt hij aan. Henry, welcome. Can you please introduce yourself? Yes. Well, good morning, Nick. Thank you very much for having me here. It's a great pleasure to be here to talk about our Tawny Port. I'm one of the winemakers for Graham's. Straight away, my question. What's the difference in between a vintage port and a tawny port? A vintage port is actually based on the vineyard. It's from where the grapes are from. So you can say it's a terroir wine. And the difference between the tawny ports is, yes, the grapes do come from those properties, but as they're wines that are aged for 10, 20, 30 or more years, it's all about the art of the blending. Ik zal deze eerst laten zien. Dit is de 10 jaar oude tawny. 10 jaar oude tawny. Van donker naar licht. 10, 20, 30 en zelfs een 40 jaar oude tawny blend. Hoe langer de tawny ligt te rijpen, hoe meer kleur die verliest, vocht die verliest en alcohol die verliest. De wijn concentreert zich. Zowel het fruit, maar ook de zuren. Want die 10 jaar oude, dat heeft mooi donker fruit en heeft structuur en heeft kracht. Daar kan je zelfs een mooie sigaar volgens mij naast zetten. En die 20 jaar oude, die heeft fruit, notigheid, kracht, maar ook subtiliteit. Dus daar zie je al veel meer lagen in. Dan heb je de 30 jaar oude. En dat is een wijn met al veel meer rust. Maar vooral ook die stijl van die 30 jaar oude port, die heeft veel meer zuren. Als, omdat de wijn concentreert niet alleen het suiker, maar ook het zuur. En we eindigen met die 40 jaar oude. Die 40 jaar oude is een soort verstilling in het glas. Alles om je heen vervaagt. Niets doet er meer toe dan jij en dat glas. Als je het hebt over meditatieve momenten in wijn, dan is dit het. Nou, vraagt het wel een kleine investering, dit meditatiemoment, zeg ik erbij. Oké, okay, I will do a very brief translation. Oké, in het kort, wat hebben we nu gezegd? Ik heb gevraagd, wat is het nou wijnspijs? Wat kunnen we hier nou mee? Nou, 10 en 20 jaar oude, dat zijn echte eetbegeleiders. Met patés tot kazen, tot desserts. En het toffe is, als je naar die 30 en die 40 jaar oud gaat, die zijn zo geconcentreerd en hebben zoveel diepte, die hebben eigenlijk geen eten meer nodig. Die staan op zichzelf. Het kan, omdat het gekoeld gedronken kan worden, kan je het dus ook op hele warme dagen nog steeds van de charme van een port genieten. En wat heel belangrijk is, bij Tawny Ports, de fles hoeft niet in één keer leeg. Say cheers to the Dutch audience. Let's say cheers. Cheers. See you next time. Cheers. With port. Cheers. Yeah.